suïcide. Er wordt heel vaak over gesproken, ook over mentale depressie die eraan vooraf gaat en waar het naartoe kan leiden. Maar wanneer er een suïcidegeval plaatsvindt, dan stopt het niet daarbij. In ieder geval niet voor de familie, de nabestaanden, de vrienden die dichtbij staan. Die hebben heel vaak dan te maken met vragen. Ze zitten met vragen, schuldgevoel, maar vaak ook beschuldigingen die over en weer worden geuit. We hebben vandaag een gesprek gehad met de heer Sunil Ramisre, die van dichtbij suïcidegevallen heeft meegemaakt. En hij legt uit wat het gevoel voor hem is daarbij. En hoe hij ermee deelt en hoe hij ermee omgaat en waarmee hij allemaal te maken heeft. Kort geleden is mijn dierbaar Angelique overleden. De reden wat er eigenlijk was, weet ik helemaal niet. En het gaat erom dat ik toch de schuld krijg dat ze om mij is overleden. Dus de vraag en al die dingen wat er allemaal bij mensen zijn, kan ik niet beantwoorden op dit moment. Omdat ze heeft iets gedaan die niet mocht en niet zuiver is naar mij toe. Want ik hield heel veel van haar en we hadden hele goede verstandhouding, nooit een probleem, noem maar op. Maar ze gebruikt het en ze is er niet meer. Ja. Dus dat is het. Waren er tekenen dat ze zoiets zou doen? Nooit. Er waren geen teken, nooit. Altijd een smile, altijd een glimlach. En we waren altijd samen, niks aan de hand. Dus ik had helemaal geen vermoeden dat ze zoiets zou gaan doen. Ja. Maar ze is niet direct overleden. Ze heeft nog met u gesproken en zo. Ze heeft nog 2 dagen overleefd. En al die 2 dagen heb ik haar gevraagd wat je allemaal gedaan hebt en is het goed en niet. Ze zegt tegen mij, ze weet zelf niet wat ze gedaan heeft. Ze had geen woorden, ze had er heel veel spijt van, maar ze had eigenlijk geen woorden. Waarom ze dit gedaan heeft, had ze niet kunnen vertellen. Ja. Maar u hebt na het geval van Angelique te maken gehad. Eigenlijk met beschuldigingen van een heel ander geval dat zich een paar jaren geleden heeft voorgedaan. Hoe zit dat in elkaar? Nou, dat is het geval Valerie. Dat klopt. Valerie was 7 jaren vriendin van mij geweest. Tot 2019 was ze vriendin van mij geweest. En 2009, laat ik het goed kijken, november is ze bij de moeder verhuisd. Ze zei ze mist haar moeder. En daar is ze naar huis bij de moeder gaan wonen. In de tussentijd heeft ze een vriend leren kennen, die genaamd een S, die een bartender bij Torarica is en die cocktail daar maakt. En daar had hij heel goede band mee als vriend en vriendin. En ik was eigenlijk toen al geen vriend meer of man van Valerie. Dus 1 jaar lang heeft Valerie geen relatie mee gehad totdat ze is overleden. Maar u wordt nu juist daarvan beschuldigd nadat het geval van Angelique is gebeurd. Is dit geval weer komen opleven? Nou, dat is het verhaal dat de familie dat vindt, maar de familie weet niet waarom ze uit huis is gezet. Dat ga ik het nu vertellen. Valerie is uit huis gezet door haar stiefvader. Omdat meneer Sean, de bartender, of hoe je het wil noemen, die was in huis betrapt met Valerie bij stiefvader in huis. En daar heeft de stiefvader Valerie uit huis gehaald, waardoor dan Valerie in een appartement is gaan belanden. En na een paar dagen heeft ze gramazoon ingenomen, omdat ik denk dat ze geen uitweg had. De eerste persoon die Valerie belde was ik en ik ben gaan kijken, ik heb hulp geschoten en ik ben gewoon erin geluisterd, ik ben gewoon de dupe van geworden. Ja. Maar u hebt er nog steeds last van nu? Ik heb er nog steeds last van omdat de moeder en de stiefvader niet precies vertelt wat er gebeurd is. 1 jaar lang, als ik geen relatie met Valerie heb, hoe kan het zijn dat het door mij komt? Het is gewoon dat de moeder veel meer weet en niet laat en niet uit dat Valerie uit huis is gezet door de stiefvader. Omdat
Sean in het huis is gepakt met haar, is betrapt met haar. En er zijn beelden, mensen die willen naar de beelden kijken, mogen bij mij een afspraak maken. En mag ik de beelden wijzen, want je kan de beelden niet zomaar zenden uit bescherming. Maar er is beelden dat Sean in het huis met Valerie is betrapt door de stiefvader. En de stiefvader heeft dan Valerie uit huis gezet en zo belandde ze in het appartement. Als ik in de jaar 19 tot 20 vriend of man was geweest van Valerie, dan zou Valerie bij mij aankloppen, maar dat was niet het geval. Ze is gewoon naar een appartement vertrokken en daar heeft ze dan verdelvingsmiddelen gedronken, waardoor als eerste persoon ze mij heeft gebeld. Ja. Maar nu, 2 jaren later, komt dit ineens weer op je bord. Ja, dat is mijn goedheid dat ik dan dit eerste jaar, toen ze is bijvoorbeeld heen gegaan, heb ik het gewoon als een goede, goedhartig man niet bijgevoegd dat het niet het geval was. Want het eerste jaar toen ze is overleden, was het ook geruchten dat het door mij is gekomen, maar dat is nooit het geval geweest. Maar ik heb gezegd, mensen hebben altijd veel te vertellen, maar ik heb er geen last van, laat het maar zo. Ja. Wat betekent het voor u, dit alles? Voor mij betekent het heel ernstig, want dit schaadt me heel erg en ik zit ermee. Dat mensen de realiteit niet weten, mensen weten niet hoe het in elkaar zit en ze hebben altijd de hoogste woord. Maar mensen die verhaal willen, vooral, dit is vooral voor de familie, dat Valerie in 2019 tot 20, toen ze is overleden, ik had geen relatie met meer haar. Ze was weliswaar over de vloer in mijn winkel, omdat ze dan moest werken, maar that's it. Dat was gewoon werk- en basrelatie. Maar 2020 is ze overleden, had ik geen relatie met haar. Ondanks ik in het geval van Valerie onschuld heb, onschuldig bent, en dan neemt familie het weer heel zwaar op dat het door mij is gebeurd. Dat is helemaal niet waar. Ik ga het weer herhalen. Het is de feit dat ik in de jaar 19 tot 20 dat ze is overleden, geen relatie met Valerie had en dat Valerie haar eigen eigen pad ging bewandelen en dat ze dan, wat er ook gebeurd is, haar eigen keuze was. Ja. Dus eigenlijk is uw naam daardoor, wordt eigenlijk door het slijk gehaald. Mijn naam is eigenlijk heel goedkoop gebruikt. Heel goedkoop ben ik erin geluisterd, omdat de familie niet wil zeggen dat de stiefvader haar uit huis heeft gezet. En dat is het reden dat Valerie eigenlijk grammazoon heeft ingenomen. Dus, het is precies als Angelique. Angelique is ook door de stiefvader uit huis gezet. En ik heb haar opgevangen. Ja. Angelique is, was een hele prima meid, goed meid. Ze miste haar ouders, moeder vooral. En dat zie ik als reden dat het gemis van de familie en de moeder, dat ze dan zo'n stap heeft genomen. Maar u hebt niets gemerkt aan dat ze in een depressie was of zo? Nooit. Ik heb nooit eigenlijk een depressief Angelique gezien. Altijd glimlachend, altijd in een goede moed, altijd goed dat hij echt blij was. En vooral bij mij had ze een hele goede leven. Ze was heel happy en ze was nooit verdrietig. Maar nu hebt u het zo dicht meegemaakt, suïcide, dan heb ik het echt over het laatste geval. Want als ik naar u geluisterd heb, in het eerste geval bent u eigenlijk niet echt betrokken geweest. Want u had geen contact meer als dusdanig met die dame. Maar u was wel heel erg dicht bij Angelique. Dus u hebt van dichtbij een suïcide geval meegemaakt. Wat zou u aan mensen willen zeggen die met zulke plannen rondlopen? Kijk, zelfmoord is een eigen keuze wat mensen neemt. Als je weet dat iemand depressief is, je weet dat het niet goed is, dan ga je proberen alles aan te doen om de persoon te begeleiden en de persoon op een andere spoor te zetten. Maar bij Angelique was dat nooit het geval dat je enigszins iets kon merken dat ze depressief was of
iets in haar gedachten had om zelfmoord te plegen. Dat was ze niet. Ja. Maar wat voor gevoel heeft het bij u achtergelaten? Heel erg. Want ik had in mijn levensdagen dit nooit verwacht. Ik had het echt niet verwacht dat Angelique dan zelfmoord zou plegen. En er was geen enkel reden daaraan toe. Geen één reden was er dat ze dit zou moeten doen. Als u het gevoel voor me zou moeten omschrijven op het moment dat het gebeurde, wat voor gevoel was het? Dat was heel erg zwaar. Ik kan het eigenlijk niet met woorden beschrijven, maar het was heel zwaar dat ze dit heeft gedaan en ik heb geen woorden voor. Ik weet echt niet waar het fout ligt. Als iemand me dat kan vertellen, zou ik die persoon dankbaar zijn. Als ik het u zo hoor, heeft u woede gekend? Heeft u machteloosheid gekend op dat moment? Nee. Het was geen van ze, maar het enige wat ik kan zeggen, ik heb haar in het ziekenhuis wel een en ander gevraagd en zij zelf heeft me beantwoord dat ze zelf niet weet waarom dit ze gedaan heeft. Ja. En in de tussentijd blijft u met de gebakken peren achter, daar komt het op neer. Klopt, ik ben eigenlijk in beide gevallen, in zaak Valerie en in Angelique, gewoon de zwarte schap. Ik ben echt gewoon voor niks beledigd en beschuldigd. Is er tot slot nog iets dat u zou willen toevoegen? Nou, ik zou tot slot wel een en ander tegen de stiefvaders meegeven. Dat als er iets gebeurt, dat dan je kinderen, je stiefkinderen gewoon uit huis te zetten. Dan eerst rekening mee te houden wat de vervolg is. Want beide gevallen is beide stiefvaders hier in tekort gekomen. Beide hebben, in Angelique's geval is de stiefvader ook haar uit huis gezet. Dat was in januari. En ook bij Valerie heeft de stiefvader uit huis gezet. Wat dan ook ze gedaan had, had eerst besproken moeten worden. En beide gevallen zijn de moeders gefaald om hun dochters bij haar te houden. In het geval van Valerie dat de gemeenschap niet weet. Ze heeft 7 jaren, Valerie heeft 7 jaren relatie met mij gehad. En in die 7 jaren is er niets misgegaan. Totdat ze haar moeder miste. En de laatste jaar was ze bij haar moeder in huis, niet bij mij. Ze heeft het laatste jaar van 1920, en dat weet iedereen, dat ze bij haar moeder in huis was. Hoe kan dit gebeuren dat ik de schuld krijg. Als zij een andere vriend heeft, genaamd Sean, die Torarica cocktailmaker is, hoe kan ik de dupe van worden van het chromosoom innemen van mevrouw Valerie? Ik had dit niet eerder gedaan, omdat ik uit goedhartigheid haar niet wil beledigen en niet haar wou kwetsen. Maar nu, omdat de gemeenschap mij als een foute iemand ziet, dan wil ik dit bevestigen dat de gemeenschap moet ook weten dat Valerie in de laatste jaar van 1920 niet meer mijn vriendin was. En dat weet de moeder en de stiefvader heel erg goed. Tot besluit, chromosoom innemen, verdelvings innemen is een eigen besluit wat je kan nemen, daar is niemand verantwoordelijk voor. Ik ook niet. U hoorde de heer Sunil Ramisre. Hij heeft heel persoonlijk gesproken over iets dat hem persoonlijk is overkomen. En de boodschap hierbij is natuurlijk vooral dat suïcide een keuze is van een individu in dit geval. En het is jammer dat de nabestaanden meestal met het verwerkingsproces achterbleven, de vragen waarom en er worden beschuldigingen geuit. En dat is dus het geval ook geweest in het geval van de heer Ramasri. Dit was Gil Eik voor Sean Web TV.